je werkboek op pagina 215. Dit is onze eerste online les en we gaan het onmiddellijk hebben over het journaal. Nu, voor we starten, gaan we kijken naar een aantal fragmenten van verschillende journalen. Goedenavond. Op de eerste dag van de Olympische Spelen in Londen heeft ons land al meteen een eerste medaille te pakken. Met judoka Charlene van Snik. Ze behaalt brons in de categorie min 48 kilogram. De Olympische Spelen in Londen zijn gisteravond gestart met een prachtige openingsceremonie. Now tonight's news from the Olympic Park with Fiona Bruce. The first full day of competition gets underway here at the Olympic Park in London and around the UK. Tens of thousands of people gather in the streets to cheer on the cyclists in the men's road race. But disappointment for Team GB and Mark Cavendish, who misses out on a medal. Goedenavond, het late NOS Journaal met nieuws en natuurlijk veel sport, Aisha. Ja, de Nederlandse vrouwenestafette zwemploeg verdedigde vanavond in Londen hun Olympische titel uit 2008 op de 4x100 meter vrije slag. En helaas lukte het Inge Dekker, Marleen Veldhuis, Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo net niet. Coming up on CNN's World Report, the alleged shooter in the movie theater massacre charged. What was it like inside the courtroom as all 142 counts were read? And how are the families reacting? I got a sense that he was very aware of what was going on. Strong words from the United States. The defense secretary gives Syrian President Bashar al-Assad some pretty candid advice. Online shoppen slaat niet echt aan in ons land. Een nieuwe wereldwijde voedselcrisis wordt steeds dreigender. De Thaise gemeenschap in Mechelen blijft zoeken naar een locatie voor een boeddhistische tempel. De huidige is te klein, maar een geschikt terrein en voldoende geld vinden, dat blijkt niet zo makkelijk. We cannot make any person to lie or to love us. But we make a condition that we love all of them. No condition. De eerste twee vraagjes zijn voor jouzelf. Die zijn persoonlijk. Dus je mag voor jezelf eens even opschrijven welke journaals je hebt herkend. En je mag eens even kijken of je verschillende televisiezenders hebt herkend. Die twee antwoorden schrijf je op bij vraagje A en bij vraagje B. Vraag C. Welke journaals hadden een meer specifieke doelgroep? Dus met andere woorden, welke nieuwsuitzendingen zijn meer specifiek voor bijvoorbeeld jeugd of kinderen? Of anderzijds misschien voor meer bankzaken, echt mensen in de economische wereld? Wel, het antwoord hierop is het eerste. Dat is het jeugdjournaal, want we zagen een stukje uit Karrewiet. Dan hebben we ook het beursjournaal, want we zagen die man vertellen over de economische toestand in ons land. En we hebben het regionaal journaal gezien. Dit kennen wij onder TVL, dus TV Limburg. Wie brengt het journaal? Dit is de nieuwslezer of het nieuwsanker. En deze twee woorden moet je kennen. Dit is deel van de woordenschat. Welke belangrijke doelen heeft een journaal? Wel, een journaal wil de kijker of de luisteraar in de eerste plaats informeren. Die wil informatie met jou delen. Maar heeft daarna soms ook wel een ontspannende functie. Dan mag je je pagina omdraaien en dan gaan we onmiddellijk naar oefening 4. Bekijk de website van de redactie.be en beantwoord de vragen. Dus we gaan eens even kijken waar hier een screenshot van genomen is en de verschillende rubrieken overlopen. Als eerste hebben we de rubriek Binnenland, Verkiezingen, Politiek, Buitenland, Economie, Cultuur en Media, Regio
En sport hoort daar ook nog bij. Nu mag je bij vraag A eens even zelf opschrijven welke rubriek het beste bij jou past. Met andere woorden, welke rubriek vind jij het meest interessant? Vraag B. Lees de krantenkoppen en plaats daarna de krantenkop bij de juiste rubriek. 1. Verkeershinder door truckersactie, moeilijk te voorspellen. 2. Kiezen Zwitsers voor strenger rookverbod? 3. Bekendmaking Oscar-nominaties 5 dagen vervroegd. 4. Kust blijft belangrijkste toeristische bestemming. 5. 80% van de kieslijsten wordt getrokken door een man. 6. Sugar Jackson verovert Europese titel. 7. 3 zwaar gewonden bij vechtpartij in Temse. 8. Mannen en cupcakes, een geslaagd recept. 9. Discussie, wat doet u met uw spaargeld? En 10. Oorzaak sinusitis ontdekt. Het eerste artikel gaat duidelijk over verkeer. Het tweede artikel gaat over het buitenland. Het derde artikel, cultuur en media. Artikel nummer 4 gaat over economie. Het vijfde artikel gaat over de politiek. Het zesde artikel gaat over de sport. Het zevende artikel gaat over de regio. Het achtste kunnen wij plaatsen bij ook dat nog. Het negende artikel zetten wij bij opinie en blog. En het laatste of het tiende artikel zetten wij bij de wetenschappen. Tijdens een nieuwsuitzending hebben de rubrieken eigenlijk altijd een vaste plaats. Nu wordt ons de vraag gesteld welke items komen eerst aan bod. Wel, we beginnen in het nieuws eigenlijk altijd met de belangrijkste zaken van het binnen- en het buitenland. Op het einde van het journaal worden dan de sportuitslagen bekendgemaakt. Dan gaat het dus over de sport, cultuur en media. Dan gaan we eens kijken naar het groene kadertje. We weten ondertussen al dat er verschillende journaals bestaan. Denk maar aan daarnet het regionale journaal, bijvoorbeeld TVL. Of bijvoorbeeld het jeugdjournaal of het kinderjournaal. Denk maar aan Karrewiet. Dat weten we al. En we weten ook dat er verschillende rubrieken bestaan. Zoals sport, binnenland, verkeer, politiek, noem maar op. Nu, wat moeten we nog meer weten? Er bestaan heel wat onderlinge verschillen tussen journaals. Afhankelijk van het tijdstip of naar welke zender je kijkt, kan een journaal verschillen in lengte, in klemtonen, bijvoorbeeld meer sport, meer sensationeel nieuws, meer regionaal of enkel internationale berichten, en in doelpubliek, denk maar aan het jeugdjournaal. Het journaal, gebracht door het nieuwsanker of nieuwslezer, wil in de eerste plaats de kijker of luisteraar informeren. Daarnaast heeft het journaal ook een ontspannende functie. Naast het belangrijkste nieuws van de dag, de hoofdpunten, deelt een journaal de verschillende gebeurtenissen op in een aantal vaste rubrieken. Een rubriek is een onderdeel binnen een journaal of een krant over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld sport, cultuur, media. Binnen een rubriek is alle denkbare informatie over dat specifieke onderwerp terug te vinden, in beeld of in tekst. Op de online versie van een journaal of krant wordt in een rubriek ook diverse interactieve panels aangeboden, zoals discussiefora of een chat. Maar dat hoef je niet te weten. Oefening 5. We gaan zo dadelijk kijken naar een nieuwsfragment over een baby die te vondeling is gelegd. Maar voor we daarnaar gaan kijken, gaan we eerst even de vragen samen overlopen. Dus vraag A. Noteer de hoofdpunten van het nieuws in de volgorde waarin ze komen. Dus hier ga je eigenlijk een kleine samenvatting moeten noteren. Bij vraagje B gaat het eigenlijk over wie, wat, waar en wanneer. Heel kort samenvatten wat er ook alweer gezegd is in het journaal. C. Waarop hoopt de VZW Moeders voor Moeders? D. Hoe verklaar je dat de naam van de zesde vondeling niet in beeld is gebracht? En de laatste vraag waar je op moet letten. Wat gebeurt er met Pieter als zijn moeder niet gevonden wordt? Nog altijd aandringen dat de moeder zich nog steeds kan melden. Die kan nog alle rechten doen gelden. Want dat is wel belangrijk dat die mogelijkheid daar is. De baby die gisteren is gevonden in de Vondelingenschuif in Antwerpen heeft de naam Pieter de Kleine gekregen. Stormspotters zijn naar de kust getrokken voor de kanaalrat. In Amerika bemoeilijkt de nasleep van Sandy de stembusgang. Sven Nys wint de superprestige veldrit in Zonhoven. En Anderlecht komt voorlopig alleen aan de leiding.
Goedenavond. Pieter is de voornaam van de jongen die gisteren te vondeling werd gelegd in Antwerpen. En net zoals zijn voorgangers kreeg hij als familienaam De Kleine. Voorlopig wordt de baby opgevangen door vrijwilligers, maar de vereniging Moeders voor Moeders hoopt dat de jongen alsnog bij zijn eigen moeder terechtkomt. Pieter is bovendien al de derde vondeling in Antwerpen dit jaar. Zo blijkt nu. Tim Verheijden. Het jongetje dat is achtergelaten in de vondelingenschuif van de vereniging Moeders voor Moeders is gezond en wel en heet dus Pieter. Voorlopig wordt er niet meer informatie gegeven en dat is bewust om de moeder van het kindje nog ruimte te geven om na te denken. Ik wil ook nog altijd aandringen dat de moeder zich nog steeds kan melden. Die kan nog alle rechten doen gelden. Want dat is wel belangrijk dat die mogelijkheid daar is. Want het heeft aangewezen dat dat kan werken. Maar ik, best. Wij hebben namelijk deze zomer nog een kindje gehad dat niet in het nieuws is gekomen. Dat kindje hebben we uit het nieuws kunnen houden. En dat is werkelijk het verhaal van het vondelingenluik zoals het zou moeten zijn. Wij zijn met die mama in contact kunnen blijven. En na een overbrugging van 14 dagen heeft die moeder zich geïdentifieerd bij het parket. En is ze nu terug in contact met haar kindje. Pieter de Kleine is dus al de zevende baby die bij Moeders voor Moeders te vondeling wordt gelegd. In 2004 twee kindjes, Emma en later Marie, allebei door hun moeder letterlijk afgegeven. In 2007 was het dan de eerste keer dat de moeder effectief gebruik maakte van de vondelingenschuif. De baby kreeg de naam Thomas de Kleine en werd door toenmalig OCMW-voorzitter Monika de Koning in de armen gesloten. In 2009 was er dan baby Michael en deze zomer Adriaan en nog een baby en nu dus Pieter de Kleine. Intussen al een lange lijst dus. Het is het alternatief voor de vuilbak of de vijver en dat zijn dingen die spijtig genoeg gebeuren. Hè. Wat wij willen enkel doen is veilig aannemen en veilig doorgeven. Dat is het enige dat we kunnen doen. We zouden hopen dat er nog betere initiatieven komen, gelijk dus de discrete bevalling of de beter nog de anonieme bevalling. De politie is wel een onderzoek gestart, want je baby te vondeling leggen is in principe strafbaar. Al word je als moeder niet altijd vervolgd, dat hangt af van de sociale omstandigheden. Pieter de Kleine wordt voorlopig opgevangen in een kinderdagverblijf. Als zijn moeder niet wordt gevonden, dan wordt hij geadopteerd. Dus welke nieuwshoofdpunten hebben we net gezien? Als eerste zagen we vondeling Pieter de Kleine. Dan ging het over de stormspotters voor Kanaalrad. Dan over de stembusproblemen door Sandy. Sven Nys wint superprestige. En als laatste, Anderlecht alleen op kop. Dan gaan we naar de volgende vraag. Vat een enkele kernwoorden samen waarover het eerste hoofdpunt gaat door een antwoord te geven op de topische vraag. Wie? Over wie gaat het? Wel, het gaat over Pieter de Kleine en de VZW Moeders voor Moeders. Wat is er gezegd geweest? Pieter de Kleine is de zevende baby die bij Moeders voor Moeders te vondeling werd gelegd. Waar is dat gebeurd? In Antwerpen. Wanneer is dat gebeurd? Gisteren. En hoe is dat gebeurd? Hij werd achtergelaten in een vondelingenschuif. Waarop hoopt de VZW Moeders voor Moeders? Wel, de VZW hoopt dat de baby bij zijn eigen moeder terechtkomt. Hoe verklaar je dat de naam van de zesde vondeling niet in beeld werd gebracht? De zesde vondeling werd uit het nieuws gehouden, zoals eigenlijk de bedoeling is. Daardoor is de naam van het kind onbekend bij de media. En als laatste, wat gebeurt er met Pieter als zijn moeder niet gevonden wordt? Als de moeder onbekend blijft, dan wordt Pieter geadopteerd. Oefening 6 op pagina 218. We gaan zo dadelijk kijken naar een fragmentje en daarna gaan we de vragen beantwoorden. Maar eerst gaan we eens kijken naar de vragen. Dus wat moeten we doen? We gaan een spindiagram moeten aanvullen. En we gaan moeten antwoorden op de wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom vragen. Op de volgende pagina zien we nog drie vraagjes. Welke media gebruikt de Child Focus al om vermiste kinderen terug te vinden? Wat bedoelt de reporter met de cold cases? En hoe kun je de Not Found applicatie aan je website koppelen? Dus nu we deze vragen hebben overlopen, kunnen we samen kijken naar het fragment. Tal van manieren om de zoektocht naar vermiste kinderen onder de aandacht te brengen. Naast Facebook, Twitter of een applicatie op de smartphone worden vermiste kinderen nu ook gekoppeld aan foutpagina's op het internet. Wanneer de internetgebruiker op een foute internetpagina belandt, de zogenaamde Not Found 404-pagina, zal daar de foto van een vermist kind verschijnen.
Op die manier proberen we de frustratie die de internetgebruiker kan ondervinden wanneer hij niet onmiddellijk zijn informatie vindt, gaan we proberen om dat gevoel van frustratie te vervangen door een gevoel om mee te werken in een solidariteitsactie eigenlijk om kinderen terug te vinden. Via de 404 Not Found pagina kunnen ook kinderen die al jaren geleden verdwenen zijn, de zogenaamde cold cases, opnieuw aandacht krijgen. Namen zoals Lian van den Brande, Nathalie Gijsbrechts, Ken Heerman. Zaken die eigenlijk al zo ver in het verleden zitten dat men ze soms wel eens dreigt te vergeten. Voor ouders is het, ik weet niet hoe belangrijk dat die kinderen niet vergeten worden. Iedereen die een website beheert, kan de opsporingen koppelen aan de Not Found pagina. De applicatie is eenvoudig te downloaden door te surfen naar notfound.org. Dus de applicatie is heel simpel uitgelegd en dan zal op hun foutpagina eigenlijk het opsporingsbericht verschijnen. Dus het vergt wel eventjes naar de website van notfound.org gaan. Dus over wie gaat het? Over Child Focus. Hoe gaat Child Focus zorgen dat wij toch vermiste kinderen kunnen zien? En door de 404 Not Found pagina gaan zij een opsporingsbericht koppelen. Wat? Child Focus lanceert het project Not Found, dat koppelt opsporingen van vermiste kinderen aan foutpagina's op het internet. Waarom gaan zij dat doen? Wel, ze willen de kans verhogen om de vermiste kinderen terug te vinden. Waar gaan zij dat doen? Ja, online, op het internet. Hè? En wanneer? Vanaf vandaag. Welke media gebruikte Child Focus al om vermiste kinderen terug te vinden? Wel, ze gebruikten eerst vooral affiches en posters, Child Alert, Facebook, Twitter en apps voor op de smartphone. Wat bedoelt de reporter met de cold cases? En dit moet je weten. Cold cases zijn onopgeloste opsporingszaken die al zo ver in het verleden zitten dat ze vergeten worden. En hoe kun je de Not Found applicatie aan je website koppelen? Je moet ze downloaden door te surfen naar notfound.org. We hebben daarnet dus eigenlijk antwoorden gegeven op de vragen wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom. En dit zijn topische vragen en dit staat in het groene kadertje. Nieuwsberichten beginnen meestal met het antwoord op deze vier topische vragen. Wie, wat, waar, wanneer. Minder belangrijke zaken komen later in het bericht aan bod. Zij geven het antwoord op de twee andere topische vragen, waarom en hoe. Oefening 7. We gaan zo dadelijk naar een nieuw fragment bekijken. Maar voor we dat gaan doen, ga jij zelf de vragen even lezen. Dus doe dat nu. Peter van Dorpen is een van de vier overblijvende schoenherstellers van Kortrijk. Hij werkt noodgedwongen 12 tot 13 uur per dag om de toevoer van schoenen te verwerken en de wachttijden voor de klanten te beperken. De mensen kunnen geen 14 dagen wachten achter hun schoenen. En het is daarom dat we moeten mee zijn. Hé. Als we maar 8 uur zouden werken, dan stapelt zich dat op en dan gaat dat niet. Hé. Ja. Tot 15 jaar geleden waren er nog 1200 schoenmakers, nu nog 800. En door de crisis laten we onze schoenen liever een keertje herstellen dan er nieuwe te kopen. Dat is wel waarom we de nieuwe kopen als ze die kunnen vermaken. Dat is toch niet zo duur dan, hè? Het is bedreigd, maar het moet blijven bestaan anders. Ja. Het is wel de moeite om goede schoenen hier in orde te krijgen. Ja. Het probleem is dat de opvolgers niet in de rij staan, ook niet bij Peter. Nee. Een zoon en een dochter, maar ik heb geen opvolging. Dat was het probleem eigenlijk. Bij. Ja. Het spreekt weinig aan tot de jonge mensen ook. Wat ook wel arbeidsintensief is. Hé. Jarenlang waren er geen opleidingen meer, maar nu is er weer een beetje hoop. In Veurne, Lokeren en Tongeren worden nieuwe schoenmakers klaargestoomd. En er zijn heel wat kandidaten voor de studie. Vul het spindiagram aan. Over wie gaat het? Duidelijk over schoenmakers. Waar, wat? Er zijn te weinig schoenmakers. Waar? In Vlaanderen. Wanneer? Heden, dus nu op dit moment, zijn er te weinig schoenmakers. En waarom? Het spreekt jongeren niet aan en het is eigenlijk heel zwaar handwerk. Het is arbeidsintensief. Naar welk spreekwoord verwijst Martien Tange in de inleiding van de reportage? Wel, dat is niet in beeld gekomen, maar er is wel een spreekwoord of een uitdrukking die met schoenmakers te maken heeft en dat is de volgende. Schoenmaker, blijf bij je leest en dat betekent, hou je niet bezig met dingen waar je niets van af weet. En de geïnterviewden spraken dus duidelijk geen standaard Nederlands. Waaraan merken we dat?
Wel, de geïnterviewden waren duidelijk van de kanten van de zee, dus van West-Vlaanderen. Want ze spraken met under in plaats van hun, e-klanken van achter. Ze hadden een heel raar dialect. En dan mag je de pagina omdraaien en dan gaan we naar oefening 8. We gaan de tekst nog niet helemaal lezen, maar we gaan wel eens eventjes snel erover kijken. En dan kunnen we de eerste algemene vragen al samen oplossen. Bekijk de tekst alvorens hem te lezen. Welk teksttype is dat? Dat is heel duidelijk in dit geval. Dat is een krantenartikel. Tot welke tekstsoort behoort dus de tekst? Behoort de krantenartikel? En dat behoort tot de informatieve tekst. Dat weten we allemaal. En wat is nu het doel van een informatieve tekst? Wel, mensen informeren. Het woord zegt het zelf, hè? Informeren. Lees de titel, de ondertitel en de tussentitels. En bekijk de bijhorende afbeelding in de tekst. Waarover denk je dat de tekst gaat gaan? Ja, ik zie direct al het logo van YouTube. De tekst is wit en zwart met rood. YouTube concurreert met journaal, dus de tekst zal wel over YouTube gaan. Nu gaan we eerst de inleiding samen lezen. We zoeken nieuws steeds meer op filmpjesite. YouTube concurreert met journaal. YouTube is niet alleen een bron van ontspanning, voor steeds meer mensen is het een bron van nieuws. YouTube is op de twee na meest bezochte website ter wereld, na Google en Facebook. Hoewel de videowebsite zeker niet in de eerste plaats nieuws wil brengen, vormt YouTube door zijn enorme populariteit wel een uitdaging voor traditionele nieuwsorganisaties. YouTube wordt immers steeds meer gebruikt als nieuwsbron. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers in een studie die gisteren werd gepubliceerd. Dus nu moeten wij een top 3 maken van de meest bezochte websites ter wereld. Op 1 staat dus duidelijk Google, op 2 Facebook en op 3 YouTube. Waarvoor is YouTube in de eerste plaats bedoeld? Wel, YouTube is eigenlijk bedoeld om mensen te ontspannen, hè, om filmpjes te kijken. Waarom is YouTube een uitdaging voor de traditionele nieuwsorganisaties? Omdat YouTube steeds vaker wordt gebruikt als nieuwsbron. En nu gaan we het slot lezen, ofwel de laatste alinea. Krachtige beelden. Veel van de populaire nieuwsvideo's die gepost worden door burgers bevatten heel krachtige beelden. Die ooggetuigenverslagen spreken de kijker aan, verklaart Amy Mitchell, hoofd van de Pew Research Center. Professionele journalisten houden daarom steeds beter die zogenaamde citizen content in het oog. De onderzoekers drukken een zekere bezorgdheid uit over de verstrengeling tussen professionele journalistiek en het werk van burgers, aangezien de bronvermelding bij burgerfilmpjes vaak ontbreekt. Toch willen ze niet doemdenken. Nieuws wordt toegankelijker. YouTube wordt een nieuwsnetwerk waar het professionele zich mengt met het niet-professionele. Dus waarom hebben de nieuwsfilmpjes van burgers zoveel succes op YouTube? Het zijn ooggetuigenverslagen die krachtige beelden bevatten. En door wie wordt het succes verklaard? Amy Mitchell, het hoofd van Pew Research Center, verklaart het succes. Is die persoon volgens jou betrouwbaar? En waarom? Amy Mitchell zal waarschijnlijk wel betrouwbaar zijn, aangezien haar conclusies voortkwamen uit een wetenschappelijk onderzoek van het centrum dat zij zelf leidt. Welke standpunten nemen de onderzoekers in ten opzichte van het gebruik van YouTube als nieuwsbron? Vul het schrijfkader aan. Enerzijds zijn ze bezorgd om het fenomeen, want vaak ontbreekt de bronvermelding bij filmpjes. Anderzijds vinden zij het positief, omdat het nieuws daardoor toegankelijker wordt. In de tekst zijn een aantal woorden gemarkeerd. Je vindt ze ook hieronder terug. Noteer de betekenis van de woorden door gebruik te maken van de context of van een woordenboek. Zet hier al maar een kruisje voor, want dit is een woordenschatoefening en die moet je kennen. Dus concurreren is eigenlijk strijden om iets, hè? Publiceren, we gaan iets uitbrengen, we gaan iets openbaar maken. Gereputeerd met een goede reputatie of met een goede naam. Een trend is een modeverschijnsel. Een tsunami is een vloedgolf die veroorzaakt wordt door een zeebeving. Intens, ofwel heel krachtig, heel hevig, dat zijn synoniemen. Citizen content, inhoud die wordt aangebracht door burgers. Een verstrengeling is een nauwe samenhang, verstrikt met elkaar, verstrengeld met elkaar. Doemdenken, negatieve verwachtingen hebben, dus heel negatief ingesteld zijn en toegankelijk ofwel heel bereikbaar zijn. En tot slot ga je zelf de hele tekst even nauwkeurig lezen en daarna ga je zelf de vraagjes oplossen bij oefening 9. Dus eerst de tekst lezen en daarna die 3
korte vraagjes oplossen. Veel succes! En dat was het alweer voor vandaag. Denk eraan, als je een vraag hebt, mag je mij die altijd stellen via mail of gewoon vragen in de klas. En dan zie ik jullie de volgende keer.